Yo, dat kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Lotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. En we spelen natuurlijk weer Map van een Kijker. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat jullie ook veel zin in hebben. Nou ja, ik zou zeggen, laten we lekker gaan beginnen. Hopelijk heb ik weer een vette map. Vorige week geen Map van een Kijker gedaan, want ik had, weet ik niet eens wat het was. Ja, ik moet tenminste eerlijk tegen jullie. Ik weet echt niet wat er aan de hand was. Ik ga geen smoesjes maken. Doe ik niet aan. Ik doe niet als smoesjes. Ik ben altijd eerlijk, zoals gisteren, van ik wou geen GTA spelen. Maar ja, goed. In ieder geval, we gaan lekker beginnen. Map van een Kijker. Dan gaan we de allereerste map. Die is van Colin Veldhoven. Die zegt, hoi Dylan, ik heb een map voor je. Mijn eerste map is natuurlijk niet perfect, maar wel vet leuk om te spelen. Ik zie het vanzelf. Hopelijk speel je met vriendelijke groeten. Colin van Veldhoven. Nou, Colin van Veldhoven, laten we gelijk jouw map gaan spelen. Let's do this. Hoi Dylan, ik heb met een B een map voor jou gemaakt. Heb het met een B. Voor de kijkers. Toppie. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Regels. Game mode survival. Daar ben ik in. Geen comments. Alleen als het nodig is. Oké. Have fun. Zou ik zeker hebben, denk ik. Maker. Colin van Helden. Je kan mij volgen op YouTube. Colin Gaming. YouTube is met een Y. Maar Colin, maakt niet uit. Colin Gaming. Nou, Colin Gaming. Shout-out naar jou. We laten weer lekker jouw spel gaan spelen. Let's go. Hallo. Leuk dat je mijn map speelt. Speelt is met een T. Maar ja, misschien heb je dyslexie. Het kan. Oké, let's go. Loop verder. De rest komt vanzelf wel. Oké, ik loop verder. De rest komt vanzelf. Mr. Gekkie is een Witherskull. Die doet alsof hij een man is. Oh, wat een verhaaltje. Leuk. Hij heeft jouw vader vermoord. En jij zet hem betaald. Oké, meneer Witherskull. Jij hebt mijn ding vermoord. Mijn vader. Dat vind ik niet cool. Als je het bordje hebt gelezen, snap je het. Maar er is nog meer. Je moet 3 testen doorstaan voordat je bij hem bent. 2 verstandtesten. 1 hebzuchttest. En neem wraak. Oké. Oké, nou goed, ik heb dus 2 verstandskersten, 2 denkdingen en de andere is dus wraak. Welke weg? Oh jeetje. Ik denk dat ik eerst hier moet zijn. Hier kan ik dus niet bij. Aha. Kan ik hem pakken? Die chest? Nee, die chest kan ik niet pakken. Oh jawel. Oh, de chest is leeg. Troll. Oké, welke weg moet ik hebben? Ik denk dat ik deze moet hebben. Ja hoor, rechts zo die gaat. Rechts zo die gaat. Hartstikke chilled. Colin, ik heb hem. Wat is hier? Oké, ik ga doorlopen. Oké, daar gaan we. Test 2. Is dat gat in je dak, Colin? Ben je vergeten dicht te gooien? Test 2. Oh, de eerste test was simpel. Kies een weg. Die was hartstikke makkelijk. Test 2. Verstand. Kidoki. Oh, ik denk dat je in een van die waterdingen moet springen. Auw. Laten we het gewoon gaan doen. Ik spring in eentje en... Bam! Je hebt... Dus de 2 puzzels doorstaan. Dat was hem al, de puzzel. Hier, neem wat je wil en ga weg. Dan kan ik weer door met mijn plannen. Woehoe, ha. Ik moet nemen wat ik wil en dan moet ik hier weg. Nemen wat ik wil en dan moet ik hier weg. Kijk niet achter op gordijn, want er zit geen man. Een Witherskullsplant. Dat is niet waar ik alleen mijn kamer inrichten. Oké. Ik ga achterlangs. Aha! Oké, nu. Bedankt voor het spelen van mijn map. Dat was mijn eerste map en heb 2 vragen. 1 moet ik er meer maken, 2 vond je hem leuk. Dan was het de volgende keer, maak hem groter en beter dan nu. Doei. Colin, leuk voor je eerste map. Ik vond het zeker wel leuk om te spelen. Het was best wel simpel. Het was vrij makkelijk, laat me daarop houden. Het was wel een leuke map. Ik vind dat heel aardig als mensen maps voor mij maken. En ja, ik vond het gewoon leuk. Dus in ieder geval, ik doe een duimpje omhoog. Net als jullie kijken natuurlijk nu. Voor deze map. We gaan door naar de volgende map. Alright. We zijn met de volgende map aangekomen. Deze map is van Timo VV. En Timo zegt, yo Dylan, dit is een map speciaal voor jou. Veel plezier, groetjes, Timo. En als we eens wat gaan doen, Timo, is even het weer uitzetten. Toggle, downfall. Hartstikke chill, stop met regenen. Maar Timo, dankjewel voor het sturen van je map. Hopelijk is je net zo leuk als die van Colin. En we gaan lekker beginnen. Het eerste wat je gaat doen is een quiz. Daarna mag je een parcours doen. En omdat jij bent, een doolhof. En als laatste een verrassing. Oh yeah, een doolhof. Yeah, dat vind ik zo leuk. Ga op de pressure plate staan. Doe ik. Oké. Moest er iets gebeuren? Wacht, ik ga voor de zekerheid even kijken. Game mode 1. Je ziet hieronder iets. Oh, misschien is het al gebeurd, zeg maar. Ja, helemaal 0. Ik heb op de pressplate gestaan een keertje. Helemaal goed. Nou, ik denk dat ik hier naartoe moet gaan lopen. Want het zou hier niet voor niks staan. Geen idee, we gaan gewoon lekker rennen langs al deze paden. Juke. En ik zie daar varkentjes staan. Oh, wat leuk. En daar schapies. Ik zie een dorpje. Dan gaan we even kijken. Via Timo. Oké, we gaan een map binnen. Wow! Yo, ik denk dat ik hier moest beginnen.
Lol, ik begon dus verkeerd. Dit is jouw deel aan deze map voor jou. En zo door de tunnel voor verdere uitleg. Map gemaakt door Timo. Technostar. Oké, Technostar, Timo. We gaan eens even kijken. Oké, ik ga dus door die tunnel heen drinnen. De andere kant op. Ik was dus verkeerd gespand, zie ik. Maar niet uit. Ik ben nu hier. En hotsvlots. Het eerste wat je gaat doen is een quiz daar aan een parcours. Ga al de pressure plate staan. Er stond niet net een pressure plate, maar blijkbaar werkte dat niet. Want, check. We zien net, ik ga het nog een keer terugzetten. Blijkbaar werkte het niet helemaal. Pressure plate. Doe nu even wooden pressure plate dan. Oké. Het wil niet echt helemaal werken, joh. Hè? Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik zal even kijken waarom het niet wil werken. Wat ik ga doen is, denk ik, ik zet even een nieuwe voor je neer. Ga ik even checken of die dan wel werken. Ja, nu werkt hij wel. Al was het iets te ver. Je hebt je deadstone niet ver genoeg gemaakt. Maar dat maakt niet uit. Daar gaan we. Wanneer heb je je YouTube-account gemaakt? Oh man. Dit is het lastige. En wanneer heb je je YouTube-account gemaakt? Links, rechts of midden? Ik weet dat ik ongeveer 4 jaar YouTube doe. Het is nu 2016. Het is 2015. Dat heb ik 4 jaar gedaan. Dit is mijn 5e jaar is. Ik denk 11 oktober 2011. Aha, hij klopt. Haha. Wanneer ging je uit DRD? Wanneer ik wegging met de dagelijkse AD? Dat is een hele goeie. Januari, februari, maart. Het is niet in maart gebeurd. Want ik weet nog, het was best wel koud buiten. Toen ik met Nina naar de heuvel ging. Dat houdt in dat ik denk ik in november 2014 wegging. Hatseflats, hartstikke goed. Krijgen we de volgende weer. Hoe oud denk je? Hoe oud ben je, denk ik? Hoe oud ben ik, denk je? Weet ik veel? 14. Ik denk 14. Goed gedaan! Goeie gok. Hebbes, Timo. Gotcha. Ik heb alles goed gehad. 3 in 1 keer goed. Goed gedaan. Je gaat nu parcours doen. Veel succes. Ga de pressure steven voor het volgende onderdeel. Oké, ik ben er. Parcours. Normaal, easy, hard. Hard, jongen. Tuurlijk ga ik hard. Let's fucking do this, bitches. Paf. Bam, bam. Hatsiflatsi. Hup, gaat goed. Gaat goed. Bitches. Bam. Hebbes. Goed gedaan. Dat was eigenlijk best wel makkelijk. Goed bezig. Je gaat nu een doolhof doen. Oké. Dit was best wel easy. Dat doolhof. Dat parcours, zeg maar. Oké, we gaan nu een doolhof doen. Doolhof. Oh man, ik hou niet van doolhoven. Dat weten jullie. Ah, oh man. Timo, waarom doe je me dit aan, een doolhof? I don't like doolhoven. Ja, hierin? Ik gok hier. Ja, ik denk dat is. Hierin. Ah, fuck! Oh man. Ik hou niet van doolhofjes. Ja, goed gedaan. Hebbes. Ga op de pressure plate staan voor je verrassing. Oké, ga ik doen. Oké, dit is de verrassing. Oh my god! Motherfucker! Oh, jij boef dat je er bent, Timo. Motherfucker. Oh, Jesus Christ. Oh, dat was zo eng, ouwe. Kijk rechts voor het einde. Is goed, man. Oh. Oké, die was goed. Ik vond het wel grappig. Bedankt voor het spelen van mijn map. Bedankt voor het maken van je map. Ik hoop dat je genoten hebt. Timo Technostar. Timo Technostar, ik vond het een hartstikke leuke map. Dankjewel voor het maken van deze map, jongens. Dus zeker een blauw duimpje omhoog als je dit ook een vette map vond van Timo. Want ik vond hem hartstikke gaaf. Het stukje op het einde, het schrikken. Fuck you, motherfucker. Ik vond het wel heel gaaf gedaan. En ja, thanks in ieder geval, Timo. We gaan nog 1 map doen, want vorige week heb ik het niet gedaan. Nog 1 map, let's go. Alright. We zijn eigenlijk met de derde en laatste map van deze episode. 2 leuke maps gehad. Timo, leuke jumpscare op het einde. Ik moest om lachen. Hij was goed, goed gedaan, zeker weten. Volgende episode van Boas Voogd. Boas stuurt, yo Dylan, dit is mijn minigame quiz parkour map. De spawn coördinaten van dit. Hopelijk vind je hem leuk. Hartje. Het is Boas van de Beats. Boas, we gaan jouw map spelen. Sta eerst op de pressure plate van links naar rechts. Klik dan op de buttons van links naar rechts. Dat is het. Oké, nou, we gaan eerst op de pressure plate van links naar rechts. Hoi Dylan, hoi. Dit is mijn minigame quiz map. Regels. Speel peaceful. Creative mag. Aha. Niks lopen, doe ik niet. Dat was het. Have fun. Oh, kut. Klik hier op het begin, denk ik. Nou, have fun. Ik ben er klaar voor, Boas. Let's do this. Zoek het aantal. Het aantal wat? Thema 1, bos. Zoek het aantal wat? Shit, volgens mij is het iets beneden. Achter of zo? Terug? Nee, ik kan niet terug. Fuck. Zoek het aantal wat?
Zoek het aantal wat? Oh man, zoek het aantal. Het aantal wat? Torches? Bomen? Bloemen? Ik denk 1, 2, 3, 4, 5 bomen denk ik. Bloemen? Ik denk bloemen. We gaan gewoon voor bloemen. We gokken bloemen. Het zijn 5 bloemen. Het antwoord is 1, 2 of 3. Oké. Okay. Dus ik heb het niet goed, maar zoek het aantal wat? Oké, okay, ik ben heel erg benieuwd. Zoek het aantal. Ja, maar zoek het aantal wat? Ik weet niet wat, Boas. Even kijken. 1. Ik denk 1. Niet het donkere blok daar, weet je wel? Donkere blok. We gaan voor 1. Oké, 1. Zoek het aantal 1. Fout. Ja, ik snap het niet. Ik weet niet wat ik moet zoeken. Dus ik ga gewoon lekker overal in. Fout. Tweede maar. Goed. Oké, 2. 2 eilanden. Jongen, ik snap niet wat ik moet doen. Ik ga de map even opnieuw doen, jongens. Volgens mij ben ik iets vergeten. Oh, fuck. Ik ga het even opnieuw doen, want volgens mij heb ik iets fout gedaan. Alright, we gaan het nog 1 keer proberen. En laten we het gewoon gaan doen. Want ik heb nu wel mijn spullen in bij me. Dat ik gekregen, ook bij het begin van deze map eigenlijk. Maar die heb ik toen laten we dingen weggehaald. Alleen, ja. Het ding is dus, ik ben dus allemaal aan het checken. En ik krijg weer hetzelfde. Dus zeg maar, hallo, weet je wel. Dit is een vreugde, subscribe, creative mag. Ik slopen, dit was het. Have fun. Druk hier pas als laatste op. Pof. Zoek het aantal. En dat is het. Ik snap het niet. Het aantal wat? Ik zie in ieder geval 2. Misschien is het gewoon 2. Zoek het aantal. Ik denk 2 bomen. Dus het is 2. 2 bomen. Dan is hier ijs. Zoek het aantal. Thema IJsland. Oké, IJsland. Zoek het aantal wat moet ik zoeken hier in IJsland, jongeman. Ik ga voor je kijken. Ik denk misschien het aantal witte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16. Man, het is weer 1, 2, 3, 4. Maar ik weet niet. Zoek het aantal. Ik snap niet het aantal. Ik snap het niet. Wat doe ik fout? Waterblokken? Dit is een 2 weer of zo? Ik snap niet wat ik moet zoeken. Het spijt me, man. Het ziet er heel vet uit, Boas. Maar ik snap niet wat ik moet zoeken. Er staat letterlijk zoek het aantal. Het aantal wat? Het aantal wat? Ja, ik ga gewoon dit stuk allemaal skippen. Het had heel leuk kunnen zijn, Boas. Maar als ik niet weet wat het aantal is van iets, dan weet ik het ook niet. Het antwoord is 0. Oké, nou goed. We gaan naar de volgende. Allemaal bowlingballs met protection erop. Hopelijk gaat dit wel werken. Hopelijk ga ik het wel snappen, Boas. Want, ja, sorry als ik je map iets verkeerd gedaan heb, maar let's go. Nu bowlen. Oké. Ik moet hem op die trash plate krijgen. Hebbes! Boom shakalaka! Tip. Ga één naar achter. Oké. Oké, ik denk dat ik een volgende moet doen met de boog. Een pijl en boog. Nu boog schieten. Hoppa! Hebbes! Volgende. Nu vind de button. Dylan, ik ben zwarte wolman. Hey Dylan, ik ben zwarte wolman. Yeah. Vind de button. Ik gok hier beneden of zo. Je moet ergens op button zitten. Waar zit de button? Hallo? Button? Zit je stiekem ergens hier verstopt? Moet ik hem niet hier zoeken? Nee. Oh man, het is echt een fucking zoektocht alles. Oké, het is wel een leuke quiz. Oeh, kut, ik zit creative. Mag ik creative, hè? Zegt hij ook. Dat zei hij al. Hebbes! Hahaha! Nu een quiz. Eerst deze. Nu een quiz. Eerst deze. Oké. Boom. Vraag 1. Wat was de naam van de eerste build-off op D&D? Kijk in de chat. Oké, gedaan. De allereerste was Modern Huis. Nee, Zwembad Paradijs of Modern Huis? Modern Huis? Ja, was goed. Lekker bezig. Haha. Welke headset heb ik? Hoe de fuck moet ik weten welke headset je hebt? Weet ik veel, die? Fout. Die? Mooi. Ja, ik weet helemaal niks van headset. Ik weet niet hoe deze heet. Ik weet alleen dat het Logitech is. Oké, wat is dit? Hoe krijg je een command block? Give at play command block. Give at play command laatste blok. Give player. Nee, het was mij give at play command block. Fout. Jongen, ik ben zo noob in Minecraft. Ik ga huilen. Je maakt het moeilijk voor mijn Boas. Give command player. Wat? Get. Oké, man. Kans 1 op 4 dat je hem goed hebt. En ik heb ze alle 4 fout. Maar dat was echt. Dit was echt treurig. Dit was echt heel treurig. Volgende. Wat is het blokthema van deze map? Diamond blok.
Yeah! Die weet ik. Haha. Welke minigame vind ik het leukst? Boas! Ik weet het niet. Ik ken je niet, Boas. Maar ik gok... Blitz Survival Games. Boom, shakalaka! Hebbes. Hé, hey, dat is mijn skin. Wat leuk. Ik ga even kijken wat er staat. Jij, Dylan? Vind je hem goed gelukt? Ja, ik vind hem heel leuk. Dus het ziet er leuk uitzien. Zeker. En dan ben jij zeker. Ik, X-Apple of Boas. Ziet er ook leuk uit. Easy Duffy. Really? Minecart heb je. Oké, met die minecart moet ik denk hier overheen. Druk op nog eens een ritje. Nog een ritje. Skins. Druk op dubbel W. Eén keer. Oké. Hey, daar heb je Duffy. Dit is Jer. Beetje leer, maar Jer. Dat is Enzo. Linktijger. Dat is of Dodo, denk ik. Ik weet niet wie het is. Welke YouTuber is dit? Dodo of Project Minecraft, ja. Ik denk Dodo. Het is Harm! Het is helemaal... Oh ja, Harm ziet er zo uit. Dat is ik helemaal vergeten. Nou, David en Lars. Deze ken ik. Ik ken alleen Harm als ik even vergeten. Harm is zo'n random skin. Dus David Games, die snap ik ook nog wel. En de laatste is dus Vakonhof. Ik ga het even uit, want dit gaat een stukje te langzaam. Oké, dan ga ik hierop klikken. Hoppa, ik ben geteleport. Van links naar rechts ga ik het lezen. Oké. Dit was mijn map. Hopelijk vond je hem leuk. Cijfer. Vraagteken. En dan kom ik hieruit. Oh, wacht. Prank! Ah! Ik wil net klaarzetten. Prank. Het is een prank. Nog even parcours. Oh, fuck. Gaan we dit weer krijgen? Ja, we gaan dit weer krijgen. Oh, man. Dit vind ik zo moeilijk altijd met speed, hè. Mother. Fuck! Jongen, ik haat speed parcours. Dat weet je! God damn it! Oh, oh. What the fuck, jongen. Het is moeilijk, man. Oh. Nee, oké, okay, terugvliegen. Yo. Boom. Oké, okay, dan ben ik weer normaal. Tik, tak, op het dak. Tikken, takken, regen. Oké, okay, Boas. Hier kom ik op. Ups, oké. Okay. Wat? Nee. Oké, okay, we gaan terug, sorry. Even terug. Oké, okay, weer even terug. Verdomme! Jongen, ik zit weer te falen. Ups, oké. Okay. Woe! En woe! En woe! Eerst deze. Doe ik alfax van mij. En dan... Oh, teleport. Oké, okay, volgende parcours, denk ik. Ah, dit is zo eentje. Aha. 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 Checkpoint 1. Hebben ze. Hup. Wat? Oh, dit is leuk gemaakt. Die vind ik echt cool, Boas. Die maakt wel goede maps, zeg maar. Qua mooiheid, qua comments en shit. Het is vet. Kutzooi. Hebben ze. Hoppa, volgende. Volgende. Hatsenflats. Checkpoint nummer 2. Oké, okay, jongens. Het gaat goed. Het gaat lekker. Boas, het is nog... Dit is cool. Kut. Dit is echt cool gemaakt, deze. Met deze teleport dingetjes. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Dit gaat goed. Dit gaat ook nog goed. Poing, poing. Nee! Kut. Ah, fuck, het kan natuurlijk niet. Shit, man. Het ging zo lekker. Ineens fuck ik... Daar. Daarheen. En dan is het... Boing, boing. Ah! Ik ga terug naar het stukje. Ik heb geen zin om het helemaal nu te doen de hele tijd. Oké, okay, dit stukje is lastig, man. Oh, fuck. Fuck my duck. Oké, okay, ja. Land even goed. Thanks. Boing, boing, boing. Hé, eindelijk heb ik hem. Mooi. Dan gaan we weer van links naar rechts, gok ik. Dit was dan. Dit is dan wel het einde. Vind je hem leuk? Doei. Like de video. Later. Boas, Voogd. Ik vond het een hele vette map. Zeker weten. In het begin was ik echt even van, oké, okay, zoek naar iets. En ik wist niet wat ik moest zoeken precies. Dat was wel jammer. Maar ik vond het wel vet. Zag er goed uit. Zag er mooi uit. Ook deze... Zeker even een blauw duimpje omhoog. Ik vond het super vet. Super tof. Leuke map. Duimpje omhoog dus in plaats. Geen duimpje beneden. Dat doe ik alleen met maps die echt kut zijn. Deze is heel vet. Duimpje omhoog. Zeker wel. Dankjewel, Boas. Mensen, in ieder geval. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dus zeker even een blauw duimpje omhoog. Als je het super awesome vond. Ik vond het heel stikke vet weer om voor jullie een map van een kijker te spelen. En ik vind het nog steeds leuk dat jullie van mij maps maken. Dan kun je sturen naar rotjochmap. apenstaartjehotmail.com. En ja, misschien speel ik volgende keer wel jouw map als jij een leuke map voor me maakt. Mensen, bedankt voor het kijken. Laat hem als het ziens. En natuurlijk, peace.